Dries. Ja, van een Dries die misschien iets meer de handen naar binnen moet richten. Dat valt mee, maar nu. De Lazis natuurlijk. En daar Ribbes. Ja, kan hij hem nog spelen, ja. Alles naar Abdelaziz. Alles naar Abdelaziz. Ja, en Rellis de Wagens krijgt een fantastisch veel ballen. Oh, oh, verhees door de enkel. Verhees door de enkel. Ai, ai, ai. Nee, het is niet waar, het is niet waar. De volgende fase. Dit hebben we dan op. Ja, ja. Ja, enkel gestrijkt. Goed. Ja, op dat vlak valt het niet mee. Oh, lala. We hebben van Kierschat in Verhees. Ja, terecht. Ja, land niet op de voet. Hè. Land niet op de voet van de Dries. Slaat gewoon zijn eigen enkel. Dan vraag ik me af wat de spelers in de Verhees. Ja, gisteren. Thijs ter Horst. Dus Arno van der Velde zal moeten komen. Daar links in beeld vader Verhees. En de zorgde Belgische supporters. En Pieter Verhees was aan een zeer goed toernooi bezig. En dit is de goede hoor. Dit is de goede. Ja, dat is heel scherp. Aan het spelen. Ook vandaag goed gestart, 3 op 4. Ja, dat zijn de twee Belgische blessures op 3 matchen. Dat zijn de hoge titel dan hoor. Hier Arno van der Velde. Dat hoeft geen verzwakking te zijn. Die heeft natuurlijk minder ervaring dan Pieter Verhees. Maar heeft de Belgische competitie laten zien dat ook hij zijn mannetje kan staan. Wel zwaar nog Champions League. Ja. Champions League ook natuurlijk gespeeld. Dus, en meer lengte ook nog. Dus het is nu aan Arno van der Velde. Maar eerst vraagt dan hij of time-out. En de Kines volop bezig natuurlijk met Pieter Verhees. Maar het zal helpen dat weet ik niet. Ja, de eerste stap heeft zijn werk